zitten hier op het vierde gymnasium. We zijn hier natuurlijk ook in de aula. En wij gaan jullie vandaag kennis laten maken met onze school. We gaan de dag zeg maar doen in een aantal rondes. En elke ronde heeft natuurlijk zijn eigen onderwerp. Maar we zullen eerst beginnen met een kort filmpje van onze rector Jeroen Bergemin. Hoi, wij gaan nu onze rector interviewen van het vierde gymnasium, Jeroen Bergemin. Hoi. Hoi. Mijn naam is Jeroen en ik ben de rector hier op school. En wat doet een rector dan precies op de school? Ja, een rector die zorgt ervoor dat het gesprek over wat wij nou goed onderwijs vinden, dat we dat met z'n allen kunnen voeren. Dus met ouders, met leerlingen en met de mensen die hier op school werken. Vind je het leuk om een rector te zijn hier op school? Ja, ik vind het enorm leuk om rector te zijn hier. Kijk, wat wij willen is dat leerlingen op een andere manier naar de wereld gaan kijken en dat ze allerlei problemen van verschillende kanten kunnen bekijken en dan zelf tot een oordeel kunnen komen. En bedenken hoe je dat nou het beste voor elkaar krijgt en dat doen samen met leerlingen en met ouders en met de medewerkers, dat vind ik het leuke aan rector zijn. En geef je naast rector zijn ook nog les? Ja, ik geef ook les. Ik geef dit jaar les aan een vijfde klas wiskunde. En ik vind dat eigenlijk het leukste wat er is, lesgeven. Gewoon met leerlingen bezig zijn, dingen uitleggen en als ze iets niet snappen het dan toch nog een keertje uitleggen, dat vind ik echt een uitdaging. Ook als het een keertje niet lukt, dan met een leerling zoeken wat werkt er nou beter. Dat vind ik echt mooi aan het vak van onderwijs, van leraar zijn. En wat vind jij bijzonder aan het vierde gymnasium? Oh, heel veel. Wat ik echt bijzonder vind is de vakken die wij geven. We geven een aantal bijzondere vakken. We geven film, we geven filosofie, we geven theater. En filosofie dat krijg je al vanaf klas 1 en film ook. En film kun je ook examen in doen. En dat vind ik wel bijzonder bij onze schoolpassen. Ik vind de sfeer ook heel fijn bij ons. Het gebouw vind ik ook heel prettig. En wat ik wel bijzonder vind is de leerlingen natuurlijk. Want de leerlingen die hebben allerlei activiteiten die ze ondernemen. Zoals de Bevo Club en de Kunst Extra en de muzieksalon. En dat maakt het leven op school ook allemaal weer wat gevarieerder. En vindt u dat ook, dat de connecties van ouders en leerlingen en docenten ook goed zijn? Ja, dat vind ik wel. Ik werk heel intensief samen met de ouderraad en met de leerlingenraad. Daar heb ik regelmatig contact mee. En ze zitten ook in de medezeggenschapsraad. Dus daar praten ze ook mee over het beleid van school en ze zijn bij studiedagen aanwezig. Ik vind echt dat onderwijs samen gemaakt wordt door leerlingen en ouders en de school samen. En voor de kinderen die hier naar school willen, wat moeten zij weten? Het belangrijkste wat je moet weten als je naar het vierde gymnasium komt, is dat we een gymnasium zijn. Dus je krijgt hier sowieso de vakken Grieks en Latijn. En het is een gymnasium, dus alle leerlingen zijn slim, maar je moet er ook wat harder voor werken om hier het allemaal te doen dan op een gewoon VWO. Dus het is wel hard werken als je hier komt. Had je als kind zelf op het vier willen zitten? Ja, zeker. Ja, waarom? Zeker, heel erg graag. Je mag hier echt jezelf zijn hier op school en dat vind ik wel heel erg een fijne sfeer geven. Je bent hier allemaal slim, dat vind ik ook wel prettig. En ik vind de vakken film en filosofie heel erg leuk. Dus onze rector Jeroen Bergemin. En we gaan nu beginnen met het eerste onderwerp, het eerste jaar op het vierde gymnasium. Gelijk beginnen met de eerste vraag. Wat vinden jullie tot nu toe van deze school? Ik vind deze school een plek waar je jezelf kunt zijn en je thuis kunt voelen. Ja, je mag echt helemaal jezelf zijn en je mag
alles aan hebben. Niemand kijkt je raar aan. Je voelt je echt helemaal thuis hier. Ja. Dus jullie zijn wel blij tot nu toe. Goede keuze gemaakt. Ja. Ja, oké. Okay. Ik ben blij dat ik deze als eerste keuze heb gemaakt. En wat doet een mentor precies? Misschien is dat wel handig om aan u te stellen. Ja, ik ben de mentor van de eerste klas. En een mentor is er voor de klas en voor de personen in de klas. Dus dat betekent dat we 2 mentorlessen in de week hebben bij ons op school. En dat we daarin schoolse vaardigheden doen, zoals woordjes leren. En dat we ook gaan kijken met de klas van, wat zijn we voor klas? En we doen spelletjes met elkaar. En dat maakt dat je afwisselende mentorlessen hebt. En wat doen jullie in de mentorles? Wij leren plannen en we doen ook leuke dingen met de klas. Een beetje elkaar leren kennen. Ja, elkaar leren kennen. Ja. En het is natuurlijk wel zeg maar een stap die je neemt van de basisschool naar de middelbare school. En daar heb je ook natuurlijk ook huiswerk bij en zo. Vinden jullie dat dat goed geregeld wordt of vinden jullie dat je te veel huiswerk krijgt? Het is redelijk wat huiswerk, maar het hoort erbij. Het lukt wel en ja, het hoort erbij. En wat vind jij ervan? We bouwen het huiswerk ook een beetje op, hè, met elkaar. Dus in de eerste weken is het wat minder huiswerk. En komt er steeds iets meer huiswerk bij, zodat je ook leert om huiswerk te maken. Ja, precies. Je krijgt eerst in het begin eigenlijk bijna geen huiswerk. En dat krijg je dan met de weken eigenlijk steeds wat meer huiswerk. En het blijft ook niet, het wordt ook niet heel veel. Het blijft gewoon een beetje normaal. Niet veel meer dan op een andere school, volgens mij. En wat vinden jullie van de lesdagen? Hoe laat zijn jullie meestal uit? Vind je het lang? Nou, soms wel een beetje lang, maar meestal tot 4:30 of 2:30. En ja, als je uitval hebt, 1 uur soms, 2:15. En als je dan thuis komt, ga je dan gelijk je huiswerk maken of wat doe je? Wanneer begin je ongeveer met je huiswerk? Je hebt nog wel de tijd om huiswerk te maken, dus je kunt nog sporten of ja. Je kunt verschillende dingen doen. Want jullie hebben allebei tijd gewoon om te sporten, ook na school, met huiswerk en laat uit en zo? Ja. En neem je, zeg maar, als je naar school gaat, hoe ziet je tas er dan uit? Heb je een hele zware tas of valt dat nog wel mee? Valt nog wel mee, vind ik. En jij? Ja, nou ja, het ligt er heel erg aan hoeveel vakken je per dag hebt. Maar als je, meestal zijn dat er niet veel. Dus nee, het zit niet heel vol. Maar het ligt dus heel erg aan hoeveel vakken je per dag hebt. Ja, en dan is het misschien nog handig om even uit te leggen wat een stamlokaal is. Ik denk dat u dat het best kunt doen. Een stamlokaal is eigenlijk het lokaal als je hier in de eerste klas binnenkomt, waar je ongeveer de eerste helft van het schooljaar altijd in bent. Dus dat is het lokaal van jouw klas. En dat wil zeggen dat je niet van lokaal hoeft te wisselen op het moment dat een les afgelopen is. Je blijft altijd in dat lokaal zitten en de docent komt dus naar jouw lokaal, naar het lokaal van de klas. En meestal hebben we het stamlokaal ongeveer 1/2 jaar. En na 1/2 jaar mag je wel door de school gaan lopen en ga je na iedere les naar een ander lokaal. Dus dan ga jij op bezoek bij de docent in plaats van dat de docent naar jouw klas komt. Ja, dit was dus de eerste ronde over je eerste jaar op het 4e gymnasium. En we gaan nu door naar de 2e ronde. Wat zijn bijzondere vakken op het 4e? Dan is het volgende kopje bijzondere vak op het 4e. Wat doe je bij film en theater? Nou, ik heb nu theater in de bovenbouw en we doen eigenlijk best wel verschillende dingen. Je leert soms teksten schrijven, maar je gaat ook teksten leren uit je hoofd en spelen van belangrijke schrijvers uit de uitheid. En het is best wel leuk, want behalve dat het gewoon als hobby ook gedaan kan worden, is het ook handig in je eigen leven, want dan kun je beter prestaties en zo geven. Ja, heb je ook dat je er best wel veel tijd in steekt? Of? Nou, je kan best wel vaak dingen in de les doen en dan is dat eigenlijk genoeg. Maar je kan na school ook heel veel dingen doen. Het is ook gewoon leuk om te doen. Dat is geen probleem. Ja. Dan is misschien aan jou. Kun je er eindexamen in doen? Ja, dat kan. Dus in theater of in film. En dan kies je en dan krijg je ook nog QA. Dat is kunst algemeen. Dus dan leer je eigenlijk heel veel over allerlei kunstvormen door de geschiedenis heen.
is ook over dans bijvoorbeeld. En daar doe je beide eindexamen in. En dat heb je toch pas in de bovenbouw? Ja, dat heb je in de bovenbouw. En dan aan jullie twee, want ik snap dat het misschien een beetje eng is om te bedenken, oh, je hebt dat toneel en zo. Heb je toneel een beetje nodig als je naar deze school gaat? Moet je het dan een beetje kunnen spelen? Nee, niet per se eigenlijk. Het is juist leuk dat je het op de school een beetje begint te leren. Maar juist ook als je wel ervaring ermee hebt, is het eigenlijk juist leuk dat je het extra veel op school kan doen. Maar je hoeft het niet per se al te hebben, toch, denk ik? Ja, zeker. En naast puur theater heb je ook nog veel meer andere dingen die je leert. Bijvoorbeeld hoe je zelfverzekerder kan voelen en staan. En ook inderdaad wat jij al zei, dat je goed kan leren presenteren. Dus het is best wel veelzijdig. En ook film, dat vind ik zelf heel leuk aan film, dat het heel veelzijdig is. Dat je over documentaire maken leert, je leert animeren, je leert gewoon hoe je een speelfilm moet maken. Dus je leert heel veel verschillende dingen. En het is heel praktisch, dus je kan ook een keer, in plaats van dat je allemaal dingetjes moet opschrijven en uit je hoofd leren, kan je ook een keer gewoon, in de week heb je een vak waar je gewoon wat kan doen. Dus dat is ook heel lekker. En heb je dan ook voorbeelden van bijvoorbeeld opdrachten die je dan vaker doet? Ja, ik had een keer met een klasgenootje van mij moesten we een opdracht maken. Het was een vrije opdracht, vond ik heel leuk. Toen hadden we besloten om een trailer te maken voor een horrorfilm. En die was toen ook ingestuurd naar het naar een filmfestival voor scholieren. Niet gewonnen, helaas, maar toch leuk. Het voelt toch als een eer dat je mee mocht doen. Dus ja, dat soort dingen doen we ook allemaal mee. Dat is hartstikke leuk. Ja, en je zei ook dat je er wel wat zelfverzekerder hebt. Heb je er ook echt dat je het idee hebt dat je ook zelfverzekerder hebt? Ja, ik heb dat wel. Ik bij theater je leert meer aan presenteren en zo, maar ook gewoon hoe kom je nou over alsof je niet heel gespannen bent? Hoe laat je dat nou zien? Dus ook wat daar technische dingen. En dat kan je natuurlijk ook bij presentaties op school heel goed gebruiken. Maar ook in het dagelijks leven heb je dat best wel nodig. Ja. Dus ja, dat. Ja, dat is wel fijn. En dan heb je natuurlijk meerdere bijzondere vakken. Dus je hebt bijvoorbeeld ook filosofie. En dan misschien aan Joop. Wat is filosofie en wat leer je er eigenlijk bij? Nou, joh, lastige vraag altijd. Maar daar gaat het ook om, lastige vraag. Filosofie, het betekent eigenlijk liefde voor de wijsheid. Of het verlangen naar wijsheid, begeren van wijsheid. En we hebben het hier vanaf de onderbouw, vanaf de eerste. En je kan er ook examen in doen. En we beginnen eigenlijk met... Wat weet ik nou echt zeker? Hè? Hoe weet ik zeker dat ik nu niet droom of dat ik geen brein in een vat ben? We hebben veel gesprekken, veel discussies. Op een gegeven moment gaan we het ook hebben over wat is goed. Andere domeinen van de filosofie eigenlijk. Dus het is best uitgebreid, maar het is heel interactief, hoop ik. Ja. Vaak van de leerlingen terug te horen. Maar ik zie er een paar knikken, dus dat zit goed. Ja, wat denk je dan ook dat de voordelen zijn aan filosofie? Nou, goeie vraag. Ik denk eigenlijk dat het net als bij wat er over theater werd gezegd, dat het vermogen tot kritisch denken, juist in deze maatschappij, de huidige tijd met al die informatie, om daar een beetje fijnzinnig over na te kunnen denken en wat vind ik daar zelf nou van. Een soort zelfredzaamheid, voor jezelf durven en kunnen denken. Ik denk dat dat wel een meerwaarde is die het vak echt mee kan geven. Wat vind je dan de leukste les om te geven? Mijn lievelingsles is in de vierde klas, als dan hebben we het over de toekomst eigenlijk met de technologische ontwikkelingen. En het gaat richting de kant dat je je eigen baby kan designen. Nu zijn ze in China nog wel echt mee bezig. Ja. En dan moeten leerlingen in tweetallen moeten ze samen een baby ontwerpen. Dat vind ik altijd erg leuk om te doen. Ik denk dat wel mijn lievelingsles is elk jaar om te geven. Je hebt natuurlijk ook wetenschapsfilosofie in de bovenbouw. Wat houdt dat in? Dus wetenschapsfilosofie is eigenlijk betrekt zich op de vraag, wanneer is iets nou wetenschappelijk? Wanneer noemen we iets nou wetenschap? En is dat wel zo exact als de natuurkundigen, et cetera, vaak denken? Want het is ook mensenwerk. Dus het is een beetje kritisch ons idee van wetenschap onder de loep nemen. Ja. En daarom geven we dat ook. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog meer vakken in de bovenbouw, dus wiskunde D bijvoorbeeld. Wat is wiskunde D? Zeker, ja, ik vertel er graag over, maar misschien kan ik ook wat vertellen over sterrenkunde eerst, over een vak zeker. In de onderbouw, want dat geef ik ook. Sterrenkunde is een vak dat je dus krijgt in de eerste klas als je hier op school komt en je houdt je dan bezig met vragen over het universum. Dus bijvoorbeeld, wat zie je zoal? Je ziet sterren, je ziet planeten, de maan en de zon. Maar misschien zijn nog wel interessanter de vragen
Wat is er dat je niet kunt zien? Zoals sterrenstelsels met in het midden een zwart gat. En de geboorte en de dood van sterren. En leven op andere planeten. Dus over dat soort vragen hebben we het in die lessen, in de eerste klas. En ook over hoe mensen onderzoek doen daarnaar. Dus hoe zijn we al die onderwerpen te weten gekomen? Soms doen we zelfs een experimentje over de sterrenhemel zelf. Dus dat allemaal in de eerste klas. En stel nou dat je dat heel erg leuk vindt en je wil meer met de exacte wetenschappen en je vindt wiskunde een mooi vak, dan kun je dus in de vierde klas ook wiskunde D gaan volgen. Dat is dus voor leerlingen die zin hebben in een extra uitdaging. En dan hebben we het over onderwerpen die zelfs ook bij de filosofie een beetje horen. Zoals dat oneindig altijd oneindiger kan. En dat er getallen bestaan die we ons niet kunnen voorstellen, maar die wel nodig zijn om te begrijpen hoe de natuur in elkaar zit. Ja. Of wat voor wiskunde heb je nodig om een robot te maken die zichzelf dingen kan leren. Nou, dat soort zaken. Als dat je aanspreekt, dan kun je dus in de bovenbouw dat vak volgen. Ja, ja, ik volg zelf, doe ik theater en dat vind ik ook heel erg leuk en ik ook een beetje de voordelen die Teun zei. En doe jij nog? Ja, ik heb als keuzevak heb ik economie. Ik heb een tijdje wiskunde D gevolgd. En waarom? Was ook, ja, omdat ik wiskunde zelf al best wel leuk vind. Klinkt misschien heel raar voor jullie, maar ik vond wiskunde best wel leuk altijd. Dus ja, daarom had ik wiskunde D. En ik heb ook Grieks en Latijn, maar daar komen we later nog op terug als we het daarover gaan hebben. Yes, dit zijn eigenlijk wel bijzondere vakken voor het vierde. Ja, het volgende onderwerp wat we gaan bespreken is waarom nou een gymnasium? Niels, wat is een gymnasium nou eigenlijk? Ja, wat is een gymnasium nou eigenlijk? Dat is een goede vraag. Tegenwoordig is een gymnasium, is eigenlijk een VWO, maar daar wordt ook Grieks en Latijn gegeven. En het is zo dat je in klas 1 begint met Latijn en dan bij klas 2 komt daar ook Grieks bij. En dan na de derde mag je kiezen of je eindexamen wil doen in Grieks of Latijn. Maar iedereen moet hier in één van die twee vakken eindexamen doen. En wat is er nou anders aan Grieks en Latijn dan bijvoorbeeld Frans en Duits? Goeie vraag. Grieks en Latijn zijn een beetje rare talen, want ze zijn eigenlijk morsdood. Ze zijn dode talen. En we lezen ze nog wel, maar een dode taal is een taal die niet meer gesproken wordt. En dan zou je denken, waarom zou je dan nog Grieks en Latijn moeten leren? Maar daar kom ik misschien nog zo wel op. Je hoeft dus niet die taal te spreken. Je hoeft eigenlijk, als je woordjes leert voor Latijn en Grieks, hoef je nooit van het Nederlands naar het Latijn. Maar we gaan altijd bij het Latijnse woord beginnen. En dan moet je de Nederlandse betekenis leren. Dus het gaat altijd die kant op. En je leert dus eigenlijk Latijn en Grieks lezen. Dat gaat er gebeuren. Ja, dat is dan de vraag voor de leerlingen. Als het zo'n dode taal is, waarom hebben jullie dan eigenlijk voor een gymnasium gekozen? Grieks en Latijn is ook de basis van andere talen. En daar groei je dus ook naar andere talen. En dat is dan makkelijker om te leren. En jullie, waarom hebben jullie nou gekozen voor een gymnasium? Of is het meer hetzelfde? Nou, ik wou eigenlijk niet per se naar een gymnasium, maar ik vond alles van de school zo leuk en het was allemaal wel voordelig, zeg maar. Dat ik toch wel dat Grieks en Latijn, dat ik toch wel dacht van, dan doe ik dat erbij. Ik wist ook niet precies eigenlijk wat het was, maar ik dacht, dat maakt niet heel veel uit. Maar het is eigenlijk gewoon een VWO met twee extra talen en ik vond het niet erg om nog extra talen te hebben, dat vind ik wel. Dus je vindt het eigenlijk best wel leuk dat je een gymnasium hebt gekozen, toch? Ja. En wat vinden jullie van Grieks en Latijn zelf, zeg maar? Hoe de lessen zijn, wat je precies doet? Ik heb natuurlijk allebei gehad. Ik vind persoonlijk wel, het kan soms een beetje veel zijn. Maar nog steeds, ik vind het hartstikke leuk. Vooral ook de combinatie van de taal zelf, dat het echt een beetje een puzzeltje af en toe is. Het is een totaal andere taalstructuur dan talen die we nu kennen. En de cultuur is ook echt bizar. Ik vind de cultuur echt heel leuk. Vooral de Griekse cultuur, daarom heb ik ook voor Grieks gekozen. De verhalen die zijn zo apart af en toe. Dat je heb je ook een leuk voorbeeld van een verhaal?
Dat had mijn Grieks docent laatst verteld, Niels, over een man die liep een bos in. Toen kwam hij een slang tegen en die besloot hij te slaan met een stok en toen was hij in een vrouw veranderd. En toen gebeurde er nog allemaal veel meer, maar dan moet je maar naar deze school komen. Dan kom je erachter hoe het afloopt. En wat vindt u Niels nou eigenlijk van Grieks en Latijn? Want u geeft natuurlijk les. Ja, ik vind het hele leuke talen. En het is misschien ook goed om er even op in te gaan. Stel je denkt, ik wil naar een gymnasium. Wat moet je nou eigenlijk kunnen voor Grieks en Latijn? Of om dat heel goed te doen. En het is in principe gewoon voor iedereen die een VWO-advies heeft, die kan naar een gymnasium komen. Maar, dat weet je ook, Gabrielle, dat weten de andere leerlingen ook, je moet natuurlijk je wel iets extra inspannen. Dus je moet net ietsje meer doen. Dus je moet eigenlijk bereid zijn om een beetje rijtjes te stampen. Je moet veel woordjes leren. En Teun zegt, er is ook heel veel leuke cultuur. Maar we moeten ook grammatica leren. Dus veel rijtjes stampen en woorden leren en zo. Ja. En heeft u ook een voorkeur, Grieks of Latijn? Ja, ik hou zelf veel meer van Grieks. Maar er zijn ook mensen die vinden... Kijk, het is een beetje alsof je een Porsche of een Ferrari rijdt. Ja, je hebt een voorkeur, maar ze zijn allebei super, super cool en super mooi. Maar sommige mensen hebben een voorkeur, ja. En waarom Grieks? Waarom niet Latijn? Ik vind dat de verhalen van het Grieks, die zijn vaak misschien wat spannender, wat leuker, wat origineler. De Grieken hebben hun tragedies, hun mooie toneelstukken. Je hebt Homerus, de spannende verhalen van Achilles. De Grieken hebben ook filosofen. Dus je kunt ook een stukje van een filosoof van Plato of van Aristoteles in het Grieks lezen. En dat hebben de Romeinen allemaal niet eigenlijk. Dus, En als we even teruggaan naar dat deel van dat eindexamen, hoe zit dat precies? Hoe bedoel je dat je... Ja, je hoeft dus maar in één van de twee vakken examen te doen. Je doet of Grieks of Latijn. Dat is verplicht. Er zijn mensen die kiezen Latijn en Grieks allebei. Ja, zoals jij zelf, Gabrielle. Misschien kun jij zeggen waarom je voor allebei hebt gekozen? Ja, ik heb voor allebei gekozen eigenlijk omdat ik het allebei wel leuk vond. En ik wist niet precies wat ik wilde. Dus ik dacht, ja, dan doen we maar allebei. Ik heb er niet echt spijt van. Het kost wel veel tijd, maar het is uiteindelijk wel waard, vind ik. Ja. En naast Grieks en Latijn hebben we nog andere bijzondere vakken? Zeker. ik moest even een microfoon krijgen. Wat maakt een gymnasium? Ik denk dat wij zijn een gymnasium, een kathedrale school, dus alleen maar gymnasiumniveau. We hebben ongeveer 800 leerlingen, dus niet zoveel. Verder denk ik dat je bij de andere vakken ook wel merkt dat dit een gymnasium is, omdat het niveau hoger is. En dat is zowel in de lessen als van je medeleerlingen. Ik denk dat daar merk je ook aan dat het niveau hoog is. En Niels zei het net ook al een beetje, en ik hoorde ook al bij de leerlingen dat een beetje. Het zijn veel vakken. Er zijn ook veel kinderen met extra vakken. Het niveau is hoog. En dat betekent dat je af en toe ook echt wel discipline moet hebben om door te pakken met je werk. Iedere leerling loopt ook wel eens tegen een hobbeltje aan en moet dan even extra zijn best kunnen doen. Ja, dat was de derde ronde en we gaan nu door naar de volgende ronde. Waar moet je nou goed in zijn voor gymnasium? Soort van, wat denk je dat er van handige kwaliteiten zijn om gymnasium te doen? Ik denk, wat ik net al zei, de discipline en doorzettingsvermogen, denk ik dat belangrijk is. Verder denk ik dat je er rekening mee moet houden doordat je Grieks en Latijn hebt. Het is een talige school, dat betekent niet dat je geen wiskunde krijgt. Ik geef zelf wiskunde, een heel mooi vak. Maar je krijgt veel talen. Dus ik denk als je taal leuk vindt en als je af en toe een boek lezen leuk vindt, dat wel goede dingen zijn als je hier op school wil komen. Ik kijk Niels nog even aan. Ja, dankjewel Niels. En wat vinden jullie dat je nodig hebt voor een gymnasium? Gewoon heel veel zin om elke dag weer naar school te gaan. En wat eigenlijk elke leerling nodig heeft. Leren, denk ik ook. Ja, dat je wel moet willen leren. Dus dat je niet een enorme hekel hebt aan woordjes leren. En daar bijvoorbeeld heel slecht in bent. Als je dat van jezelf weet, kan je misschien naar een andere. Maar het is... Ja, je hoeft niet per se meer dingen te kunnen dan op een VWO, maar je moet er gewoon in staat voor zijn om veel te leren, denk ik. Ja, zeker. Het is niet per se een andere school dan een andere. Het is, je moet er in staat voor zijn en je moet er bereid voor zijn om extra huiswerk te maken, bijvoorbeeld, of een extra vak te krijgen. En waarom dan precies dit gymnasium, waarom niet een ander gymnasium? Ik heb
hier, echt, als ik heel eerlijk ben, heb ik voor deze school gekozen voor de theater en de film. Vooral film sprak mij heel erg aan. En het gebouw. Het gebouw is heel erg mooi. En docenten zijn heel fijn. Ja, het spreekt mij heel erg aan. Ik voel me heel erg op mijn plek. Ja, ik had ook, ook wel voor het gebouw. Heel raar, maar dat voelt gewoon, het voelt heel... het is gewoon een hele fijne sfeer, ook door de mensen die hier rondlopen, maar ook gewoon door het gebouw. En ook gewoon ook door theater en de andere speciale vakken die er worden gegeven. En niet heel onbelangrijk, de stoelen zitten best lekker en daar zit je namelijk wel heel veel van de tijd op. Dat telt ook al mee voor mij. Ja, ik denk dat dit het was. Toch heb ik iets gemist? Nee, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de lessen, dus we gaan het ook even zo meteen even hebben over wat doe je dan buiten de lessen. Natuurlijk, wat doe je buiten de lessen? En als Christian denk ik wel, zijn er clubjes? De praatstok. Er zijn zeker clubjes. We hebben op school eigenlijk voor ongeveer alles wat je leuk vindt wel een verschillend clubje. Die kunnen leerlingen ook zelf beginnen. Dus er is bijvoorbeeld een schaakclub, maar ook een theatertechniekclub waar deze mensen met de knoppen allemaal mee bezig zijn. We hebben een schooltoneelvoorstelling, er is een kunstclub, er is, wat vergeet ik allemaal, Jaren? Schoolkrans, Kunstextra, D&D. Hoe die je die? Ja, oh ja, ja ook nog. Ja. Ja. Leerlingenraad. Nou ja, heel veel dus. Veel meer, ja. En wat het leuke is ook als je nou op een gegeven moment denkt van nou, ik zit hier op school, maar waarom is er geen clubje voor kunstschaatsen? Dan kun je zeggen, nou dat gaan we oprichten. En dan zoek je mensen die dat ook leuk vinden en dan kun je een clubje beginnen. Ik weet niet of kunstschaatsen een goed idee is, maar je zou in ieder geval een nieuw clubje kunnen starten. Ja, en zijn er dan ook, dat is dan naar Bram, dus dan gaat die microfoon weer. Maar mag iedereen er dan bij of zijn er eisen voor? Mag iedereen erbij of zijn eisen? Nou, elk jaar is er een moment, ongeveer na 8 weken van het schooljaar, waarop de clubjes de kans krijgen om zichzelf te presenteren. Dat vindt dan plaats hier in de aula. Dan krijgt elk clubje een kraampje en dan mogen alle leerlingen gewoon langskomen en kijken of ze een clubje kunnen vinden dat ze aanspreekt. Ze kunnen daar ook gewoon bij aansluiten. Dus clubjes zijn in principe open voor alle leerlingen en dat proberen we te stimuleren via die markt. En, vertel maar eerst meer over de markt. Nou ja, wat is er verder over te vertellen? We hebben dan, het is een echte markt, dus echt met kraampjes waarbij de leerlingen van de clubjes ook eten erbij hebben om een praatje te maken en om mensen binnen te hengelen eigenlijk. Dus dat is in principe wat er te zeggen is over die markt, denk ik. En leid jij zelf ook een clubje? Ja, een clubje die nog niet genoemd is. Sorry, Christian. ik leid de debatclub. We gaan ook zelfs over een paar weken, 18 februari, gaan we ook meedoen aan een debat. Het Lagerhuisdebat. En dit is een voorronde. En elk jaar zijn er een aantal voorrondes. Dus dat is buiten school. Dan gaan we met 10 leerlingen, denk ik, met de trein naar een debatlocatie en tegen allemaal andere scholen opnemen. En dat zijn we ook aan het voorbereiden, buiten de lessen om zelfs. Dus daar hebben we heel veel zin in. Ja, en dan is er ook... Oh. Ja, maar op een moment, sorry, heel handig. Maar wat ik nog even wilde aanvullen, wat ik ook wel leuk vind hier op school, is dat dat het dus niet gaat om wat vindt een docent een leuk clubje. Dat het niet gaat over we willen dit per se op school hebben en dat gaan we dan aanbieden en kijken of je het leuk vindt. Maar dat het echt gaat over wat wil je nou eigenlijk als leerling hier op school doen en dat wij er dan een clubje naar maken. En dat is op school wel heel vaak aan de hand, dat we echt heel erg kijken naar wat willen de leerlingen nou zelf, wat willen jullie. Jij zit hier op school, jij weet het beste wat je wil doen en wij gaan proberen dat mogelijk te maken. En dan aan een leerling natuurlijk vragen, Lily, zijn er dan ook activiteiten die je dan zelf verzint of dingen die je buiten school die je erg leuk vindt? Ik zit zelf dus in de Senaat. En wij regelen eigenlijk alle feestjes en het klastoernooi en dat regelen we allemaal voor de school om eigenlijk nog wat leuke dingen er nog buiten te doen. En wij hebben dus nu waren bezig met kerstschalen en verschillende dingen die er aankomen nog. En dat regelen we dan bij de Senaat en bij andere clubjes doe je eigenlijk
Wat zijn er, welk clubje, wat doe jij bij je? Nou, bijvoorbeeld, nou, dus ja, ik zei dat we leerlingen het beginnen. Bij D&D waren we met een paar vrienden van, ja, vinden we een leuk spel. Hebben we gewoon een leraar bij gezocht, dachten we misschien vinden de andere leerlingen het ook leuk. Dan zijn we gewoon een club gestart. En dan komen we soms even samen om allemaal leuke dingen te doen. Soms zijn er ook vaste dagen dat je bij elkaar komt. Het is gewoon heel erg gezellig. En dan kun je gewoon doen wat je leuk vindt. Gaat het dan ook makkelijk dat je zo'n clubje opricht of is dat best wel een gedoe? Ja, als je met een groep vrienden begint en je vindt gewoon meteen een leraar bij die het ook leuk vindt. Het gebeurt echt in een paar dagen en dan ben ik zo klaar. Ja, dat is wel nice. Ja. En dan naar Rebecca, is er een koor? Want dat doe jij. Ja, zeker. Er is een koor. Er zijn natuurlijk ook mensen die hier graag muziek maken op school en graag zingen. Ik ben daar één van. Dus toen ik hier kwam werken, merkte ik van ja, hey, er is geen schoolkoor. Dat hoort op scholen. Dus er is een schoolkoor. Er is ook, er zijn muziekavonden hier op school, 2 keer per jaar. En die worden onder andere georganiseerd door de podiumgroep. Die zorgt dat het überhaupt plaatsvindt. Dan komt er hier in de aula een groot podium, met hulp van de techniekgroep ook. En dan zorgen we dat, dat iedereen zich kan laten zien van zijn creatieve muzikale kant. Jij doet onder andere mee aan de podiumgroep. Wil je er wat over kwijt misschien? Nee? Hoeft niet hoor. Dus zo is er van alles te doen hier. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk denk ik wel... Ik had nog wel een vraagje. Oh. We hebben nog een toevoeging. Ik heb gehoord dat jij in heel veel clubjes zit. Ja. Welke vind je eigenlijk de leukste? Denk toch een schoolkoor. Maar dat komt omdat, ik weet niet, op andere school heb je misschien dat je bang bent om te gaan zingen of zo. Maar wij hebben gewoon zo'n fijne sfeer dat iedereen erbij kan komen. Ook al kan je niet zingen, want ben je erbij, doe je wat je leuk vindt en je hoeft je niet te schamen. En dan vind ik schoolkoor heel leuk, want ja... Je kan gewoon doen wat je bent. En jullie doen gewoon optredens voor alle leerlingen? Iedereen kan daar naartoe komen kijken? Ja, nou, dit jaar hebben we het nog niet gehad door corona en zo. Maar voorgaande jaren waren een paar avonden waar ook gewoon een hele koor hier stond met allemaal leerlingen te zingen. Is best wel leuk. Ja, is best wel leuk ook om te zien. Ja, en als aanvulling, jullie hebben met de podiumgroep natuurlijk afgelopen jaar wel een film gemaakt. Ja, want ja, dat deed iedereen ineens met corona. Maar toen hebben jullie dat hier ook gedaan. Dus we kijken wel weer hoe dingen ook door kunnen gaan. En ik dacht nog net, was wel even schoolvoorstellingen genoemd. Maar misschien is het wel handig om even te vertellen wat dat is. Want het is een beetje een raar clubje misschien. Omdat het meestal een heel klein clubje is. En daar doe je auditie voor. Dus dat is eigenlijk de enige uitzondering. En we maken ieder jaar op school 1 of 2 voorstellingen. Een beetje hoe het uitkomt. En daar kun je dan auditie voor doen. En dat doen dan heel veel leerlingen. En dan zorgen we dat je ook echt iets te spelen hebt. En dat spelen we dan in het theater voor het publiek dat we zelf uitnodigen. En voor weer leerlingen van school. Dus de hele school kan kijken? De hele school kan komen kijken. Niet tegelijk, maar uiteindelijk ja. Ja, nou, volgens mij is dat ook wel een beetje... Heeft iemand nog iets aan te voegen op iets wat we doen buiten lessen? Ik heb nu alle clubjes gehoord, behalve de filmclub. We hebben een film extra waar je nog meer film kan maken. Dat is met een filmdocent en de filmclub. En daar organiseren we eigenlijk een soort bioscoopavonden. Want we hebben een hele mooie filmzaal in school. Die gebruiken we ook bij het vak film. Maar we hebben ook een groepje die heel enthousiast films programmeert. En volgens mij is de volgende de Eternals die we gaan kijken. En daar krijg je popcorn bij en dat is vooral heel gezellig. Ja, leuke bioscoop vibes. Ja, wel een beetje. Nou, dat was eigenlijk wel een beetje wat je doet buiten de lessen. Ja, en we gaan zo verder naar de laatste ronde. Wat je nog verder wil weten over onze school. Laten we even beginnen. Nou, bij onze school noemen wij zeg maar de docenten met de voornaam of de achternaam. Hoe doen we dat precies? Misschien aan de leerlingen handig? Je mag de leraar altijd noemen bij de voornaam. En er is niet echt een regel dat je het met de achternaam moet doen ofzo. En wat vinden jullie daarvan? Want de meeste scholen doen natuurlijk wel de achternaam. Nou, eigenlijk vind ik het wel heel leuk, want het voelt niet heel erg alsof je wordt... zeg maar naar les moet en het allemaal heel streng is. Eigenlijk voelt het gewoon alsof je samen gaat leren en samen tot nieuwe dingen komt. En dat vind ik wel fijn, dat je elkaar gewoon bij de voornaam noemt. En de docenten, vinden jullie dat ook fijn of vinden jullie dat een beetje raar? Even wennen was dat misschien?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik ben niet anders gewend. Maar ik moest vroeger wel zelf altijd de achternaam gebruiken. En ik vond dat eigenlijk een beetje overdreven of zo. Die autoriteit of die grens die je daarmee aangeeft. Ik vind dit veel gezelliger. Maar ik ben nu ook geen leerling. Dus misschien is het makkelijk praten dan. Ja, het is ook wel een stuk gezelliger hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het maakt een kleine verschil tussen leerling en docent. En ja, de pauze bij ons op school. Wat vinden jullie daarvan als leerlingen? Vinden jullie dat goed? Hoe lang zijn die? Ja, pauze is altijd heel gezellig. We hebben hier een hele grote trap waar je op kan zitten. We hebben natuurlijk hier de aula. Hier beneden kan je zitten. Door de school hebben we ook allemaal balkons en leerpleinen waar je ook kan zitten. En we hebben een hele mooie kooi daar waar je kan basketballen en voetballen. En we hebben een dakterras. Die is nu eindelijk open. Eerst in heel lang. Dus dan kan je ook even frisse neus halen en dan zeggen dat je naar de wc moet. Het is misschien ook handig om even aan te geven hoe lang onze pauzes duren. Hoe lang zijn de pauzes bij ons? Vaak heb je, als je van 8:30 tot 9:30 op school zit, dan heb je 3 pauzes. De eerste is van een kwartier, de tweede van een 30 minuten en dan nog een pauze en die is dan ook van een kwartier. En wat nog niet gezegd is dat wij ook een kantine hebben, een schoolkantine. Wat verkopen ze daar en wat zijn die? Nou, eigenlijk is onze kantine best wel een gezonde schoolkantine. Maar eigenlijk is alles gewoon super lekker. Ja, het kost natuurlijk wel geld en je moet af en toe aan de rij staan. Dat kost allemaal. Maar uiteindelijk heb je wel een super lekker broodje. We hebben verschillende soorten broodjes en gezonde broodjes, maar ook soepjes. En je kan ook een drankje halen. Dus eigenlijk zijn er opties genoeg. En dat is heel fijn als je nog even iets wil halen, snel tussendoor. En wat kan je allemaal doen in de pauzes? Ik klets meestal even bij met de vrienden van andere klassen, zodat ik gewoon iedereen een beetje zie. Je kan ook wat langer in je lokaal blijven zitten om daar nog wat dingen af te maken. Eigenlijk is het gewoon even een momentje voor jezelf om dan te doen wat je het liefste wil doen. En dan daarna weer door kan met concentreren en lessen. Het leuke is wel dat je eigenlijk door de hele school overal groepjes leerlingen ziet zitten. Omdat we zoveel plek hebben waar je pauze mag houden. Zoals dus in het lokaal of op de balkons of buiten. Dus er is altijd wat ruimte om ergens te zitten met je groepje. En dat is gewoon heel fijn. Ja. En Robin, wat doe jij bijvoorbeeld? Wat is dan wat jij leuk vindt om te doen in pauze? Meestal gewoon eigenlijk hier zo op de trap zitten en broodje eten, een beetje kletsen, dat. Maar soms voetballen buiten of pingpongen, dat soort dingen. Ja. Of tafelvoetballen. Ja, tafelvoetballen, ja, tuurlijk. Ik denk dat dit het was, toch? Iemand nog iets aan te vullen? Nee? Nou, dan gaan we even naar... Wacht even, misschien bijvoorbeeld Isam, wat vind jij dan soort van, waarom moet je naar het vuur? Wat is de reden? Het is een school waar iedereen zichzelf kan zijn en het heeft een leuke sfeer. En David, heb je dan ook nog dat je denkt, als leraarsperspectief... Ik wou nog wel wat aanvullen, ja. Er werd net al gezegd dat er hele leuke docenten zijn en daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dat is heel goed. Maar ik vind ook dat er hele leuke leerlingen zijn, dus dat moet ik dan ook wel eventjes noemen, denk ik. Dus ja, zeker. En nu gaan we door naar de afsluiting. Nou, dit was het dus. Dank jullie wel voor het kijken. We hebben ook op 3 februari en 2 maart een lesjesmiddag. Is ook heel leuk om te komen kijken of je de school leuk vindt. Je hoeft je daar niet voor aan te melden. Dat kan als het goed is ook niet. Dus je kan gewoon langskomen om 2 uur op 3 februari en 2 maart. We hopen jullie graag te zien daar. En dank jullie wel voor het kijken. Inschrijven is dan digitaal? Nee, dat is er niet. Er is geen inschrijving, 7 maart en... 17 maart en... Of 7 maart en 17 maart. Dankjewel voor iedereen. Het techniek en de... Bedankt voor het kijken ook thuis. En dan leerlingen en docenten en iedereen. Bedankt.